On the 10th of March in the south of Rotterdam at the Breedplein, an accident has happened. Three trams collided around 12:45. There are no deaths, but many injured people, to be known around 38. The tram involved were trams from the lines 2, 20 and 25. The exact cause is yet unknown, but people think that the third tram hit the second in the back, which made the second to collide into the first tram. Trams had to be rerouted until 6 o'clock. The chaos was enormous, a lot of people were injured and many people came to have a look. Firemen had to cut out people of the tram before some of them could not be aided otherwise. Later that day, the mayor of Rotterdam, Abu Talib, came to have a look for himself and to have a chat with the injured. According to a researcher from the Technical University of Delft, the tram system is still safe enough, noting that accidents do happen, though with a very small risk. The safety department of the Netherlands is investigating the cause. William Duivenbode, we weten dat het om 3 trams gaat. Hoeveel gewonden, hoeveel slachtoffers zijn het nou geworden uiteindelijk? Ja, er zaten in totaal 38 passagiers in de trams. In de eerste tram die was leeg. Tweede tram 18 passagiers, derde tram 20 passagiers. Van die 38 passagiers hebben we op dit moment 12 mensen die we naar een ziekenhuis hebben gebracht met verwondingen. De overige passagiers, daarvan zijn er een aantal die klagen over rugklachten, nekklachten, buikklachten. Die worden nu verzameld op het Breedplein voor de kerk. Die worden zometeen nog aan een nadere inspectie onderworpen om te kijken of zij inderdaad niet meer naar een ziekenhuis hoeven en dat het af kan met een behandeling hier ter plaatse. Nou, de klap moet enorm zijn geweest, dus die mensen zijn door de trams geschud. Dat durf ik niet te zeggen. Daarvoor is ons nu nog onbekend hoe de botsing precies heeft plaatsgevonden. En we moeten uiteraard nog mensen gaan spreken en hun verklaringen opnemen hoe dat precies is gegaan. Daar kan ik dus nu nog niks over zeggen. Op dit moment besteden we al onze tijd aan het geven van de juiste medische zorg aan de passagiers hier. This was Julian Vries signing out for IPCAMotion.com.